Het is weer tijd voor de Boerenlanddag bij Molen de Duif. Ik denk een van de grootste activiteiten die ze hier organiseren bij de molen. Klopt dat, Bert? Ja, dat klopt zeker. De Boerenlanddag is verreweg onze grootste activiteit. Ja. We hoorden eerder al van Klaas dat jullie best zenuwachtig zijn geweest over de dag van vandaag. Want als er regen valt, dan trekt dat toch altijd minder bezoekers. Logisch ook, maar vandaag mogen jullie niet klagen. Nee, dit is hier dromen we alleen maar van dit weer. En ja, ik moet zeggen, dit is de 10e Boerenlanddag. Maar dat is misschien al bij veel mensen bekend. Maar vorig jaar hadden we pech. En toen hadden we 's morgens, ja, ging het, maar toch heel veel harde wind. En de temperaturen waren ook niet ideaal. Ja, en zien we er nu bij staan in mijn. Hoe laat is het? Het is bijna 9:30 en we staan al in de blote armpjes, om het zo maar te zeggen. Ja, het is gewoon fantastisch weer. Ja. 10e editie, jubileumeditie. Hoe pakken jullie dat aan? Of zeggen jullie nou, we houden het gewoon net als anders, want dat is vertrouwd en bekend? Ja, we houden het net als anders. Alleen we hebben wel voor de vaste deelnemers en ook voor onze vrijwilligers. Want die moeten we natuurlijk niet vergeten. Want we kunnen dit alleen maar doen met een grote groep vrijwilligers. Hè, vandaag zijn er een dikke 60 vrijwilligers actief die ons helpen. En die hebben van ons allemaal een attentie gehad voor de 10e Boerenlanddag. Er zijn ook veel die al voor de 10e keer helpen. En die hebben allemaal een leuke bidon gekregen, een drinkbidon. Met een opschrift van de molen en de 10e Boerenlanddag. En ook de mensen die hier op de markt staan, dus de marktkooplui. En ook alle andere deelnemers die krijgen vandaag ook zoiets uitgereikt. Dus ja. Een leuk aandenken hieraan. Leuk aandenken, ja. Het is altijd moeilijk om daar wat leuks voor te verzinnen. Maar we hebben die bidon ook gebruikt bij de midwintersnetwandeling in januari. En dat was dan een andere uitvoering. En nu hebben we een uitvoering voor de Boerenlanddag. Ja. Deze Boerenlanddag, wat omvat het nou precies allemaal? Nou goed, die Boerenlanddag is een evenement. Tenminste, zo zijn we begonnen. En zo hebben we het ook steeds groter zien worden. Het is een plattelandse evenement. Hè, dus we willen er geen braderie van maken. Dus geen kleding. En of het moet kleding zijn wat een beetje bij het plattelandsleven hoort. Maar geen telefoonhoesjes. Dus niet de braderie die we zomers in Nunspeet hebben. Hè, met de eibertjesmarkten. Dat willen we eigenlijk niet. Dus het moet een beetje met streekproducten. Dat soort dingen moeten te maken hebben. En daaromheen hebben we natuurlijk een vast item. Dat zijn de oldtimer tractoren. Nou, we proberen er nu ook wat auto's bij te krijgen. En vrachtauto's. Nou, dat is groeiende. Hè, en dat proberen we een beetje uit te breiden. En ja, wat natuurlijk ook leuk is tijdens de Boerenlanddag. Is het podium wat aan de zijkant van ons staat. En ja, daar hebben we dan vandaag diverse optredens op.